Zaterdag 12 juli. Even een kleine rechtzetting. Gisteren sliepen we niet in Lamego, zoals mijn blog eerst aangaf. Een van onze kamperregels is, als je jou ergens niet goed voelt, dan ga je gewoon elders. Sabrina had last van de warmte en we stonden behoorlijk dicht bij een drukke weg. Het was misschien niet verstandig om na de maaltijd nog verder te rijden met 3 glaasjes wijn, maar ik deed het voor 1 keer toch. 14 kilometer verder trok ik de handrem op in Peso de Regua. We maakten er nog een aangename avondwandeling langs de Duro om wat later een pintje te drinken op het dakterras van het plaatselijk museum. 3 pintjes van 20 centiliter later konden we nog een optreden meemaken van een slagwerkgroep. Maar als je Slagerij van Kampen 2 keer gezien hebt, was dit eerder een niveau voor een schoolfeest. Vandaag reden we dan verder op verkenning door de valleien langs de Duro. Viel het gisteren wat tegen, dan genoten we vandaag met volle teugen van al het natuurschoon wat we op onze weg tegenkwamen. Niet voor niets is dit als werelderfgoed bewaard natuurgebied. In Pinhão stopten we even om het treinstation te zien. Dit station bevat verschillende polychrome azulejos. Dit zijn schilderijen uit faïence tegels die de wijncultuur van de streek voorstellen. Tijdens onze wandeling werden we begeleid door Portugese slagers die door de luidsprekers langs de straten knalden. In Sabrosa genoten we niet alleen van de kalmte, maar ook van 15e eeuwse huizen gecombineerd met hedendaagse architectuur. We aten er onze stutjes op en reden toen verder naar Villarreal. We parkeerden iets buiten het centrum, omdat we in het drukke middelpunt geen parkeerplaats vonden. Toen we daarna het centrum niet snel terugvonden, keerden we op onze stappen terug om verder te rijden naar Lamas de Olo. Een boerendorp met authentieke huizen. We parkeerden ons nest tussen 2 meertjes en lieten onze mobigon achter op zoek naar 3 kastjes die hier in de streek verstopt zaten. 2 van de 3 kon ik in ons logboek zetten. De 3e, vlakbij ons nest, vonden we niet terug. Het werd een rustige avond en nacht, hoog in de bergen op een droomplek, letterlijk en figuurlijk. Na een aflevering Avinherne op de computer kon ik via Stevie nog een volledige aflevering bekijken van Vive le Vélo op mijn telefoontje. Daarna was het ook voor mij tijd om het laken over mij te trekken, want ons donsdeken was intussen verhuisd naar de douche.